Een massaveersysteem is een combinatie van een veer met een veerconstante en een blokje of een voorwerp met een bepaalde massa eraan. En op het moment dat ik die een setje geef naar beneden, of er even aan trekt, dan gaat die heel mooi heen en weer trillen. Ik kan dat in een grafiek zetten, dan ziet dat er zo uit. En als je dit heel mooi kunt tekenen, dan krijgt hij echt een heel mooi vormpje. Ik heb hem eerst even uitgerekt en dan schiet hij omhoog en dan gaat hij terug. Hoe komt dat? Als hij uitgerekt is, dan trekt die veer hem terug naar zijn evenwichtstand. En komt hij bij zijn evenwichtstand, dan schiet hij daardoor. In zijn evenwichtstand hangt hij stabiel, dus alle krachten heffen elkaar op. Hij schiet door. En als die hoog hangt, dan wordt de veer iets ingedrukt of minder uitgerekt. En werkt de kracht weer, onder invloed ook van zwaartekracht, werkt hij weer naar beneden. En gaat hij weer terug. Bij zo'n massaveersysteem geldt dat hoe groter de massa, hoe meer er in beweging gezet moet worden. En hoe trager het systeem gaat, hoe langer die erover nodig heeft om heen en weer te gaan. Massa is traag, tweede wet van Newton, dus dan gaat het allemaal wat langzamer. Tegelijkertijd, als ik een veer neem met een hoge veerconstante die heel stug is, en ik rek die uit, dan trekt die heel hard terug. Dus dat betekent dat die heel snel terugtrekt. En het resultaat daarvan is dat een massaveersysteem terugkomt in de volgende formule. Hierin zie je dat hoe groter de massa is, hoe groter ook de trillingstijd is. Dus hoe trager de trilling gaat. En hier onder de streep zie je een C staan. Dus hoe groter de veerconstante, hoe stugger de veer is, hoe kleiner de trillingstijd is, hoe sneller die gaat, hoe stugger die is, hoe sneller die hem terugtrekt. Oké. Dus een formule, wortel erin, 2pi. Veel mensen hebben moeite om deze om te rekenen. Kijk even naar de filmpjes formules omwerken om te zien hoe je dit doet. Deze formule komt daar ook in langs. Dit is de ene kant van het verhaal. Op het moment dat ik het blokje verder wegtrek, dus de amplitude groter maak, dan zie je dat dat geen enkele invloed heeft op de trillingstijd. Terwijl je zou denken dat die een langere afstand moet overbruggen, terug naar zijn evenwichtstand en weer verder moet gaan. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt is, hoe verder je hem wegtrekt, hoe groter de kracht wordt waarmee die teruggetrokken wordt. En hoe groter die kracht is waarmee die weer teruggetrokken wordt. Dus grote uitwijking betekent grote kracht terug. Hoe meer die ook versnelt en hoe harder die door het midden gaat. Dus hij moet weliswaar een grotere afstand afleggen als je hem verder uitrekt. Maar hij gaat ook harder. En dat zie je terug in een andere formule die hiermee te maken heeft. De maximale snelheid tijdens de trilling, en dat is op het moment dat hij hard door het midden heen schiet naar de andere kant, staat gelijk aan 2pi a delen door t. Hoe groter de amplitude is, hoe harder die door het midden schiet. Wat je hier ook ziet is de trillingstijd. Als de trillingstijd op basis van deze dingen heel groot is, ja, dan gaat die niet zo snel heen en weer. Je kunt dit terugzien in de formule die we gebruiken, of de golfbeweging die we gebruiken voor de harmonische trilling. Die loopt zo. En wat is nou het moment dat hij het hardste gaat? Moet ik hem echt nog ietsjes verder trekken? Dat is het moment dat hij door de evenwichtstand gaat. Daar. Nou, zou ik daar een raaklijn tekenen, dan zou ik daarvan de helling kunnen bepalen. Op het moment dat de amplitude groter wordt, dit groter wordt, moet hij verder omhoog. Dan gaat die lijn, hij moet verder omhoog in dezelfde tijd.
meteen dat hij steiler wordt. Zijn snelheid wordt groter. En andersom, als de tijd groter wordt, dan wordt dit opgerekt. Dan betekent het dat in dezelfde, in een grotere tijd hij deze beweging maakt. Dus hij heeft veel meer tijd om naar de andere kant te gaan. De lijn wordt minder schuin. En dat betekent dus ook de snelheid wordt kleiner. Hier zien we de twee formules die we gebruiken bij een massaveersysteem. Daarmee kunnen we werken. En belangrijk dus om te onthouden dat de maximale snelheid bereikt wordt op de punten waar die de evenwichtstand passeert. De uiterste punten, daar is de snelheid 0. Je ziet in de uitwijkingsgrafiek ook dat hij heel eventjes vlak loopt, oftewel hij heeft geen verplaatsing. Dus een heel kort moment, snelheid 0 en dan is die maximaal dit punt omlaag en maximaal op dat punt omhoog. Met de raaklijn kun je dat dus bepalen, maar met deze formule kun je het ook goed bepalen. Heel veel succes met de opgave hiermee.